Glas, dat is zo de transparantie en ik werk ook altijd met transparant glas, geen vaste staande kleuren zal ik maar zeggen, dat diffuus licht geeft, dat zoals hier in de polder, dat licht als 's morgens als je door de polder rijdt, dan zie je die vettes en dat blauwe horizon en zo, en dat kan je allemaal in de glas verwerken. Hè? Eigenlijk is het aquarelleren met glas, zeg ik altijd maar. Ik ben Theo Verhoef, beeldende kunstenaar officieel sinds 1965. ik woon in Mijnsheerenland in de Hoekse Waard. Ik ben een echte polderjongen. Ja. Zo ben ik opgegroeid. Appeltjes telen in de boomgaard en dat soort dingen. En op het land van de boeren werd je weggejaagd, want dan mocht je niet komen natuurlijk. Maar ja, we waren er altijd wel. Slootje springen enzovoort. En dat blijft dan een rol spelen in, ja, dat in blijft, uw werk? Ja, dat blijft, ja, 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 ja. Ja, de natuur is zo mooi en zo gevarieerd, onvoorstelbaar. Dit is dus de herfst, hè. Dat is een mooie, die gloed van dat rijpe koren enzovoort. En die herfstkleuren zitten daarin. Dit is de winter bijvoorbeeld. Het zijn gewoon strips en oxides die ik daarin gebruik. En nu een tentoonstelling. En, ja, nu een overzicht tentoonstelling van 60 jaar die ik al in het vak zit. Dus dat vind ik heel bijzonder dat het museum hier mij uitgenodigd heeft voor mijn 80ste verjaardag om een overzicht tentoonstelling te mogen organiseren. Ik zal een voorjaarsvaars even eruit pakken. Boing. Ja. Het blijft glas, hè. Maar... Bent u trots als u zo hier rondkijkt? Ja, ik ben zeer tevreden dat ik dat mee mag maken in elk geval. Ja.